Go Ahead Eagles wist dit seizoen nog niet te winnen. Vorige week strandde het in de slotfase tegen Volendam. Toen werd het 1-1. Dit is Hendricks. Hendricks. Goeie actie van Hendricks. Afleggen. Suk. En Bertrams met een merkwaardige redding voorkomt dus de openingsgoal. En het begin is dus goed voor Go Ahead Eagles in de thuiswedstrijd tegen Cambuur. Dan dit moment. De overtreding van Schenk op Houtkoop. Terecht de strafschop gegeven aan Cambuur. Rossi die in de basis mocht beginnen ten koste van Bartow. Jens de bal over het doel van doelman Stevens. En zo heeft Go Ahead het geluk aan de zijde. Opnieuw Cambuur met Kalon. Er is beweging bij Rossi. Kalon geeft Rossi mee. Rossi goed afgelegd. Het is een goede goal. Gescoord door Mathieu. Uitgerekend Mathieu. Want speelde een tijdje voor Go Ahead. Werd toen weggestuurd. En nu scoort hij dus de openingsgoal. Go Ahead gaat op jacht naar de gelijkmaker. En Bertrams die denkt dat die bal naast gaat. Maar de kopbal van Hendricks valt binnen. Na een uur spelen de 1-1. Met wat geluk Sam Hendricks. Maar ja, zonder geluk van iemand wel. Go Ahead gaat dan op jacht naar de voorsprong in de wedstrijd. Langendijk, Langendijk. En Bertrams met een goede redding. Via de paal krijgt de doelman van Cambuur de bal terug. Van Kippersluis met een vrije trap aan de andere kant. De doelman Stevens blijft staan en het is 1-2. Rossi maakt zijn fout goed. De spits miste dus in de eerste helft een strafschop. En komt hem nu dus beheerst achter doelman Stevens. Dan in de slotfase. Go Ahead wil een punt in de wedstrijd tegen Cambuur. Maar invaller, super sub Martijn Bartow. Met zijn eerste van het seizoen krijgt de Adelaarshorst stil. 1-3. En Go Ahead Eagles na 5 wedstrijden nog steeds zonder zegen. De degradant. Gaat het dan nog erger worden in de slotfase? Kalon, Stevens glijdt uit. En het gaat maar net goed. Maar ja, Go Ahead verliest ook van Cambuur. En opluchting dus voor Dijkhuizen. Dat dus wint met zijn ploeg in Deventer.